Robert Half is wereldwijd marktleider in gespecialiseerde recrutering in de niche van administratieve ondersteuning, finance en accounting, IT, legal en interim management. SD Works is niet alleen onze payrollpartner, maar we maken ook gebruik van de tax en legal services, van de dienst outsourcing, van de dienstopleiding en dergelijke. We zien twee trends op de werkvloer. Enerzijds de toegenomen individualisering en eigenlijk de on-demand cultuur. Medewerkers willen echt wel hun eigen op maat gemaakte voordelenpakket kunnen samenstellen. En anderzijds ook de verschillende generaties op de werkvloer die hun eigen behoeften hebben, eigen noden hebben. In de War for Talent merken we dat we zeer creatief moeten omspringen om mensen aan te trekken en ook behouden. We merken ook vanuit ons eigen onderzoek dat meer dan 4 op 10 medewerkers overweegt om zijn eigen werkgever te verlaten als er geen flexibiliteit wordt geboden. En eigenlijk het flexincomeplan ondersteunt daar perfect in. We hebben verschillende partners overwogen, maar we hebben uiteindelijk voor SD Works gekozen omdat zij enerzijds onze payrollpartner zijn en anderzijds ook wel enorm professioneel te werk zijn gegaan in het voortraject, in de gesprekken, in de implementatie van het volledige proces. We zien ook effectief een meerwaarde in het flexincomeplan. Uit onderzoek is gebleken dat de meerderheid van onze medewerkers echt tevreden is geweest over het resultaat. We gaan dit ook verder uitbouwen en bij de recruteringsprocedure en de onboardingprocedure gaan we ook echt vertellen wat het flexincomeplan is. De populairste keuzes bij Robert Half in het flexincomeplan waren pensioensparen, de tandverzekering, de warrants, leasefiets en het verlagen van de categorie van een wagen in ruil voor andere voordelen. Als ook de aankoop van extra vakantiedagen. Wij zijn heel tevreden met het flexincomeplan en daarom zijn we nu aan het kijken om samen met onze medewerkers de keuzemogelijkheden verder te optimaliseren naar de toekomst toe. Het flexincomeplan is eigenlijk de ideale manier om op een budgetneutrale manier de werknemerstevredenheid echt wel te verhogen.